lopen helemaal naar het einde. Nee, ook niet. Gisteren was het wat water, was hoogwater. Oké. Okay. Dan krijg je allemaal eilandjes. Ja, ja. Dus ik zit lekker op die bovenstand. En ineens wordt het nat op niet eens. Nee, dat kwam het niet over. Nee, het ging al, eigenlijk was het ook tijd. Dus zij gaat op zo'n eilandje. En ze wil springen, maar je hebt zo'n hele inhand. En ze stapt het op. Met de voorpoten halen ze het gras, met de achterpoten erin. Ja, maar hier ook, hè. Kijk, je ziet niet hoe diep het hier is. Dus hij stapt, hij denkt dat hij op een riet stapt, op een plasje, en dan ineens ja. Een meter naar beneden. Zag je dat net, ja? Ja, ja net, bij Luna ook. Tot de boys toe, hè. En die ook, hier in Lito. Maar laten we eerlijk zijn, waarom zou je daar willen lopen? Kom op, hoor. Ja, nee, maar die honden die zijn... Ja, die honden ruiken van alles, joh. Nee, buiten dat, dat zijn gewoon jonge onderzoekers. Die willen overal neuzen, kijken, proberen. Ja, het nieuws, wat je kunt. Ja. En wij kijken ook overal. Ja, we krijgen we het ook, hè. Ja, onderzoekers. En dit. Wat een jongen dat die je weglaten. Meestal loopt het verder naar achteren, maar het paal hier. Dan heb je dan zo'n soort inhang waar je met een soort strand doet. Hij loopt op de achtering lopen. Mooi onder de brug doorheen. Ja, achter de brug. En dan loopt meestal nog twee van die velden en dan haalt het de mat die binnen door. Ja. Ja, nee, dat kan niet. Staat op de grond. Kom op, ja. Hey, Piepit. Hey, kom hier even kijken.